7 scouts uit verschillende landen zijn hier aanwezig. Die bijvoorbeeld de verrichtingen van Mathis Serai als Shiloh het Zand en Ilias Sebaoui. Bal is goed meegenomen, daar is de kans en meteen de 1-0. Nee, die valt dan niet. Maar de eerste grote kans voor Dordrecht. Die paas is goed, die komt bij Sebaoui. Kriwak is voor de goal. Serai, Sebaoui doet het zelf. Oh, wat een schitterende goal! Wat een fantastische goal van Ilias Sebaoui. Zijn 9e van dit seizoen. 1-0 Dordrecht. Warmerdam vrij in het middenveld. Mahi uitgeweken, houdt hem binnen. Mahi, poging. Oh, Seuntjes, wat doet hij dat mooi zeg. Een hele strakke voorzet van Mimoun Mahi. En dan is dat toch het tandem dat een goal oplevert. En dan is daar de gelijkmaker van Ralf Seuntjes. Kluivert, paas is goed. Mbayo. Oh, snoeihard op de paal zeg. Dylan Mbayo. En zie het doel schudden op de inzet van Mbayo, maar geen goal. Seuntjes. Kluivert zet daar Osondin aan het werk. Daar is Mathies. Dit is de kans voor Dordrecht op de 2-1. Mathies! Weer de goal voor hem. Mathies Serai. En hij maakt de 2-1. Het is echt een fenomeen. Veel clubs uit de Eredivisie hebben hem op het scoutingslijstje staan. Mathies Serai. Weggekopt Warmerdam. Brittijn. Mahi. Mosilje niet bereikt. Dit wel. Is dit buitenspel? Dit is niet buitenspel. En die gaat er net naast zeg. Wat een geweldige actie van Osundina. Schoppema, nu de voorzet nog. Schoppema. Oeh, uitstekend Ploegman zeg met de redding. Geen geluk voor de invaller Jadir. En het handje van de Luca Ploegman. Sebaoui, Serai. Zij zorgen voor de 2 goals van Dordrecht. En de Graafschap, theoretisch zijn ze er nog niet. Maar ze hebben nog maar een paar puntjes nodig om definitief zich te verzekeren van playoff voetbal.